Dit is Matthijs Nijland van I Love Taxes. Deze uitzending is in het Nederlands en vandaag gaan we het hebben over een nieuwe wettelijke regeling die per 1 januari 2018 effectief wordt in Nederland. Het gaat om het introduceren van een herzieningsregeling bij investeringsdiensten. Wanneer per 1 januari een dienst voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting, als daarover moet worden afgeschreven of er zou moeten worden afgeschreven voor die belastingen als er belastingplicht zou zijn, dan wordt de aftrek van btw ten aanzien van die dienst, die wordt nog 5 of 10 jaar gevolgd. 5 voor een roerende dienst eigenlijk en 10 jaar voor een onroerende dienst bij een onroerend goed. En op dit moment is het mogelijk om een internetconsultatie in te dienen en de link zal ik toevoegen aan de video. De nieuwe regeling is gebaseerd op de BTW-richtlijn die het mogelijk maakt voor Nederland en ook voor andere lidstaten om een dergelijke nieuwe regeling, een herzieningsregeling op diensten, investeringsdiensten, mogelijk te maken. Dat was het bericht. Dank u wel.